Van ja, en waarom ben je online? En Ja. nee, niet meer. Ja, jongen. Goed, tot zover. Weet je nog de naam van het meisje? Niet toevallig Laura? Nee. Nee. Ik heb wel, misschien even leuk voor Joep. Nu moet je staat weer op doel, Joep. Hier is het. Succes. Ja, jij ook, jongen. We zijn al Ik 2 minuten in de wedstrijd, maar nu gaan we eraan beginnen. Nou, ik zou heel graag nog even een 4-2 tussenstand willen. Want ik sta nu nog op 0-0. Dat is echt kut. En nu heb ik hem dan een haven gegeven. Ja. Nou, dit is het jagen, dus die laat langs de man lopen. Ik kan ook helemaal niet verdedigen. Dat is gewoon mijn ding. En ik heb niet dat is op zich wel de helft van het spel. Niet als dik uitspel. Ik weet niet van Arne Slot met Feyenoord. Ja, nou, die Amerikaanse investeerder. Ja, nou, ik ben meteen met Stengs en dergelijke. Zo, dat noemen we even een Lex Immers schop. Strafschop niet goed genomen. Nee. En bij die tweede moet je een beetje geluk hebben. Oh, fuck. Nee. Nou, lekker. Ja, dat is echt letterlijk de enige skill move die je kan. Die scooten uit stilstand, zeg maar. Ja, 1 goal voor 10 minuten. Ik denk eigenlijk een 9. Het is wel jammer dat ik die Alex Teixeira zo laat heb opgepikt, want hij schiet echt alles erin. Daar staat hij met de blonde haren. Ik heb hem er even ingewisseld. Michiel. Dan gooi ik even de rode lopen vooruit. In de Ricky Carso, die heb ik ook nog even in de middel. Die is ook wel lekker. Bij rust. Nee, hou je Ricky nou tegen? Dat is niet de bedoeling. Hij was net op stoom. Ik ben net niet bij, dus ik probeer dan weer. Ja. Ben ik een paar weken vorige week heb ik bij. Maar dan merk je, inderdaad, dat het niet goed. Ja, dat zit er leuk in. Oh, dat is die Alisson Bruni. Is die wat? Ja, die is goed, man. En hoe competitie, dat ik gewoon 2 of 3 kutspelers erin knal. En voor de rest gewoon mijn weekendlijk team houden. Oh, mooi. Huppa. Oh. Nou, kort hier. Oh, dit vind ik ook een fijne speler. Ja, oprecht. De kijkers van YouTube video's die zullen zeggen, ja, maar wat heeft Kamer nou gedaan deze tweede helft? Dat je me plaats spelen. Hij heeft niet eens gescoord. Maar die man die brengt een soort extra gif met zich mee. Dat zit er niet alleen maar in zichtbare dingen. Een stukje. Oh, mooi. Jezus. Die maakt wel mooie goals, zou ik zeggen. Ja. Ik weet niet wat meer overkomt, maar Tanja kan er gewoon geen reet van. Hey, maar het is lekker om, man, voor mijn doelsaldo. Even. Maar ik heb dat doelsaldo al een beetje opgegeven, weet je. Ook als ik dan Chrissy, die speelt 10-0 of zo. Je hebt 9-0 voor mij gewonnen. En die 10-0 had hij kunnen maken. Maar ik kwam er. Ja, dat was echt de enige pot, echt waar, dat ik echt dacht, nou ben ik er zo schijnklaar mee. Ik heb ook op een gegeven moment, als ik dan, nou, zoals nu bijvoorbeeld, 4-0, weet je, ja, dan vind ik het ook wel weer goed of zo, weet je. Ja, precies. Dan, ja. Dan ga ik gewoon even lekker de kamer in de spits gooien. Maar ja, ik heb vanaf het begin af aan eigenlijk al die doelpunten al een beetje opgegeven. Maar ja, misschien dat het me uiteindelijk gaat opbreken. Ik denk het niet. Zo. Nou, toch een corner. Toch een cornertje. Oh, nee, toch geen cornertje. Verpeer.
Nee, 5-2. Oh shit, dat zie ik nu pas. 5-2. Ah, verdomme. Ik had je... Nou, god. Ik had je... Jeetje, de mooiste uitslag aller tijden had ik... Verdomme, dit ga ik mezelf... 6-2. Die, maar die gun die hem even niet. Oh, dit ga ik mezelf nooit vergeven. Oh. Ik vind 5-2 zo'n kut uitslag, maar 6-2. Dat is heerlijk. 6-2 daarentegen. Zo, ik heb echt... Die wedstrijd heb ik op een rare manier beleefd, jongen. Wat een wedstrijd was dat.